Ik open de vergadering en ik open ook 2024. En ik begin natuurlijk niet zonder u een prachtig nieuwjaar te wensen. Zo'n nieuw jaar, dat betekent toch een stukje weemoed en verlangen naar vroeger wellicht. En daarom begin ik met een heel mooi gedicht van Teun de Winter, die dit jaar 80 werd. En die een heel mooi gedicht schreef over zijn jeugd op Texel, waar hij soms naar terug verlangt. U zult misschien de tekst kennen, want Maggie McNeil heeft het ooit prachtig gezongen. Daar gaat hij. Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Ik loop liefst alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij ging. Ik voel me hier niet goed waar ik wonen moet tussen al die mensen. Laat me nu maar gaan achter de meeuwen aan en mijn vage wensen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij ging. O, hoe kom ik hier vandaan? Was ik maar niet weggegaan. Ik hoor de branding in mijn hoofd. Had ik eerder maar geloofd wat die stem toen heeft voorspeld. Dat geluk verdwijnt voor geld, mist en regen, westenwind. Zeg mij of ik het ooit weer vind. Oftewel, terug naar de kust van Teun de Winter, die dit week einde 80 jaar werd. En als u de uitvoering van Maggie McNeil niet kent, moet u hem toch even googlen en op YouTube terugluisteren, want die is prachtig. Morgen gaan we Komrij lezen en donderdag Rutger Kopland, geselecteerd door de minister-president zelf. Wie ook een dichter is, is natuurlijk de heer Derk Boswijk van de fractie van het CDA, die in ieder geval de gave van het woord heeft. In ieder geval nu, want hiermee open ik tevens het mondeling vragenuurtje. En ik geef hem graag het woord. En hij gaat een vraag stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken, die speciaal voor ons een vliegtuig later heeft genomen. En dan geef ik graag het woord aan de heer Boswijk. Ja, voorzitter, met deze introductie ga ik denk ik iedereen teleurstellen. Maar dank. Het levert nog niet de gewenste resultaten op, maar we zetten wel bilateraal, multilateraal EU-verband, zetten we de druk erop. Dank u wel. Dank aan de minister. Tot zover dit onderwerp. Fijn dat u bij ons was. Dank voor uw aanwezigheid. We gaan luisteren naar een vraag van mevrouw Michon Derksen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het woord is aan mevrouw Michon. Ik weet niet hoe vaak ik dat hier aan deze kant moet verdedigen, maar er is ook een verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers om er onderbouwd zulke vragen te stellen en niet te doen alsof de wet niet geldt voor de Kumar of het Openbaar Ministerie of de politie. Dit is een rechtsstaat. Tot zover dit onderwerp. Oh, maar we hadden niet gerekend op de sneller. Het woord is aan hem. Ik had ook niet op mezelf gerekend, voorzitter, maar naar aanleiding van de vragen van mevrouw Teunissen. Dat protocol wat nu door de politie wordt gebruikt om die gezichtsherkenning te doen, er is wel degelijk ook van juridische experts, is er twijfel over de legaliteit daarvan natuurlijk. En dat zal waarschijnlijk een brief zijn van collega Weerwind met BZK en wellicht EZK, maar nemen we deze ook in mee. Dank dat is een flinke brief geworden, meneer. Ja, nee, ja, ik zie er naar uit. Ik ja. ook. Het wordt een dikkertje. Mevrouw Muttler van de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Als ik had geweten dat mijn collega zoveel vragen had gesteld, dan had ik mijn vraag eerder gesteld bij de voorgaande indiener van de vragen. Even concreet. En het wordt problematisch als je dus niet volgens de regels hebt gedaan. En daar hebben we een toezichthouder op. Heel goed. Tot zover dit mooie en interessante onderwerp. Dank aan de minister voor het feit dat ze maar liefst twee vragen vandaag heeft beantwoord, waarvan eentje als invaller. Dat wordt hooglijk gewaardeerd. We wensen haar een prettige werkdag verder. Tot zover. Ik schors een enkel ogenblik. Ik heropen. Aan de orde is het afscheid van de heer Freek Jansen. Vanochtend ontving ik zijn afscheidsbrief. Hij spreekt zelf van een apologie à la Willem van Oranje. En in zijn brief vertelt hij dat hij zijn zetel tijdelijk ter beschikking stelt aan zijn fractiegenoot, de heer Pepijn van Houwelingen, in verband met de parlementaire enquête coronabeleid. En de heer Jansen schrijft, ik citeer, als enige partij bestrijden wij het valse bewustzijn dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd en dat de Europese ziel geketend houdt. Een vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes doet reproduceren, waardoor de politieke maatregelen die evident noodzakelijk zijn om ons volk en onze beschaving te beschermen, niet worden genomen. De rest van zijn brief kunt u zelf teruglezen. De heer Jansen heeft dus al afscheid genomen en daarom heeft de Kamer thans 149
leden. En de heer Jansen eindigt met de kreet: mogen Nederland als Idaveld behouden blijven? Dat is Noorse mythologie, hebben wij bij elkaar gegoogeld. We stellen voor weer terug te keren naar het Midgaard, de woonplaats van de mensen. Het is de gewoonte dat een Kamerlid dat voortijdig afscheid neemt een kleine sneer krijgt van de voorzitter, bij deze dan ook. Maar wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt is dat een Kamerlid dat nog maar enkele weken is beëdigd ons alweer heeft verlaten. En dat is toch wel een op zijn minst ongewone figuur waar we eigenlijk niet zo heel blij mee moeten zijn. Maar het is uw keuze, meneer Jansen, en we begrijpen dat u van plan bent om terug te keren. Dus laten we zeggen dat we daar naar uitzien. In afwachting van de stemmingen schors ik enkele minuten, zodat u desgewenst afscheid kan nemen van de heer Jansen in het ledenrestaurant. Neem ik aan dat daarmede is ingestemd. Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de Partij voor de Dieren bij de stemmingen op 21 december over de motie van Vroonhoven-Vermeer, kamerstuk 36.470 nummer 6, geacht wenst te worden voor deze motie te hebben gestemd. Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op maandag 12 februari van 10 tot 16 uur over het onderdeel sport en bewegen en aanverwante zaken. Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken, stel ik voor het 2 minuten debat internationaal spoor van de agenda af te voeren. En op verzoek van de fracties van de PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB, SP, ChristenUnie, Denk en Volt heb ik een aantal benoemingen in commissies gedaan. De bijzonderheden zullen in de handelingen worden opgenomen. Regeling van werkzaamheden. Ik stel voor toe te voegen aan de agenda het 2 minuten debat politie. Het commissiedebat vond plaats op 21 december, jongstleden, met als eerste spreker het lid Mutler van de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dan geef ik graag het woord aan de heer Van Baarle van de fractie van Denk. Dank u wel, voorzitter. We zien het schrikbarende aantal slachtoffers dat op dit moment valt in Gaza. We zien de verschrikkelijke situatie van meer dan 1,5 miljoen Gazanen in het zuiden van Gaza die gedwongen werden te vluchten. Maar de minister heeft daar ook een brief aangekondigd. En ik vind het dus ook een aparte debat ook wel rechtvaardig, omdat we het daar apart over moeten hebben. En ik doe dit verzoek ook mede namens de collega van de VVD. En dat debat dan, als het wordt toegekend, na die brief natuurlijk van de minister. Dat is logisch. We gaan kijken of u een meerderheid bij elkaar weet te regelen. Mevrouw Teunissen van de fractie van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, we moeten stoppen met criminaliseren van milieuactivisten. Geen steun. Mevrouw Faber, PVV. Nou, wij geven juist wel steun om dit eens aan te pakken. De heer Sneller, D66. Geen steun voor dit debat, maar wel voor het debat dat zo meteen wordt aangevraagd over demonstratierecht in de breedte. Ho, ho, ho. Ja. Mevrouw Michon Derksen. Voorzitter, het verzoek is mede namens mij, maar ik zie dit dus als een debat over het demonstratierecht. Wat we ook eerder op de lijst hebben gehad, maar wat er af is gevallen. En ik zou ook dit debat dan met de minister van BZK willen en de minister van JNV gezamenlijk. Dus u ondersteunt uw eigen aanvraag. De heer Al-Abbassi van Denk. Voorzitter, geen steun. Mevrouw Uitermark, NSC, dacht ik. Steun. De heer Vlag van de SGP. Steun, voorzitter. Mevrouw Lala, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Geen steun voor dit debat. Mevrouw Koekoek, Volt. Nee, geen steun. De heer Krul, CDA. Ja, voorzitter, we hebben hier net mondelinge vragen over gehad. En er is een ander debat aangekondigd door de Partij van de Dieren over demonstratierecht in bredere zin. Dat lijkt ons zinniger, dus geen steun. De heer Grinwis. Voorzitter, sluit ik me bij aan. Dat is een meerderheid. Ja. Voorzitter, en stoppen met het criminaliseren van Extinction Rebellion, dat doen ze zelf wel. Maar wij hebben er een debat over. Dank u wel. Heel goed, het lid Al-Abbassi. Het woord is aan hem. Tja, er waren er al mensen die steun aan zijn aanvraag hadden ingediend. Meneer Al-Abbassi, ja. Wat Denk betreft moeten dit soort haatacties, net als in Denemarken, verboden worden. En daarom vraag ik nogmaals een debat aan met de minister van Justitie en Veiligheid. Duidelijk. En de heer Sneller had zich hier al voor uitgesproken. Ja. Ik had me uitgesproken voor het debat aanvraag van mevrouw Teunissen over demonstratierecht in de breedte. Straks, dat zou straks, ook mijn reactie zijn op deze aanvraag. U steunt dit debat? Niet. Niet. U heeft geen meerderheid. Ja, de heer Vlag gaat u ook niet helpen, denk ik. Kunnen we even naar hem luisteren?
Graag. Geen steun, voorzitter. Geen steun, hè? Jammer. Maar de heer Grinwis. Hey, voorzitter, ook geen steun, maar wel voor een brief mede namens collega Krul. En dan kan het TZT in een commissiedebat. Oké, okay, ik zal het doorgeleiden. Geen steun, ook geen steun. 30 leden. Dan maken we een 30 leden debat van. Dat kan zeker. Graag. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Dobbe van de fractie van de SP. Geen meerderheid, mevrouw Dobbe. Wel 30 leden, voorzitter? Een 30 leden, dat kunnen we zeker inplannen. Zo snel als mogelijk is fijn. Nou, dat ook weer niet. Dank u wel. Gaan we luisteren naar mevrouw Ouwehand van de Partij voor het Dieren. En natuurlijk de kernvraag. Is er overeenstemming over een gezamenlijke basislijn voor waarborging van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat? U vraagt dus om een brief. Ik vraag om een brief waarin het heel fijn zou zijn als de informateur antwoord geeft op de zojuist gestelde vragen. Duidelijk. De heer Markensauer, PVV. Geen steun. Mevrouw Helder, BBB. Net zo kort, geen steun. De aanvraag was ook namens u, meneer Timmermans. Namens mij. En ik wil er nog aan toevoegen, nu we in de media zien dat ook Klaas Knot binnengelopen is bij de informateur en ook de directeur van het CPB, neem ik aan dat er toch over veel meer wordt gesproken dan alleen de democratische rechtsstaat. En dat lijkt mij op gespannen voet te staan met de opdracht die de informateur van deze Kamer heeft gehad. Dus het is dringend dat we daar informatie over krijgen van de informateur. Mevrouw van Vroonhoven, nieuw sociaal contract. Voorzitter, geen steun voor het verzoek. De heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, steun. Maar is er steun nodig om een brief te vragen, vraag ik me af. Nee, eigenlijk niet. Ik kan hem eigenlijk gewoon doorgeleiden. Daar heeft u gelijk. Ja, want aanvankelijk stond op de regeling dat mevrouw een debat wilde. Maar ik begrijp dat ze dat veranderd heeft in een brief. Dus ik kan hem eigenlijk ook gewoon doorgeleiden. U heeft er helemaal gelijk. Maar ik vraag het even. Wellicht willen mensen iets toevoegen. De heer Grinwis, ChristenUnie. Nee, voorzitter. Kijk, een brief kan altijd gevraagd worden. Wij zouden een debat nu niet willen steunen, maar dat is ook niet gevraagd. Omdat volgens ons, hoe benieuwd we ook zijn, er binnen de randvoorwaarden van de uitspraak van de Kamer wordt gehandeld. Namelijk dat begin februari de verkenner terugkomt, de informateur. Ja. Mevrouw Koekoek, Volt. Ja, steun. Mede omdat we wel informatie via de media krijgen. Maar in het belang van transparantie is het belangrijk dat er direct met de Kamer wordt gepraat. Ja. Nou, ik zal het stenogram doorgeleiden aan de informateur. Fijn. En zou u dan willen vragen of de informateur, nou, laten we zeggen, morgen of overmorgen kan antwoorden? Want we horen dus wel deze berichten uit de media. We hebben daar vragen over. Het zou fijn zijn als de Kamer op korte termijn wordt geïnformeerd. Ja, vragen kan altijd. Zo een, vraag is het. Een vraag van de heer Markensauer. Ja, echt een vraag aan u, voorzitter. Procedureel en ook niet per se alleen over dit onderwerp. Een vraag aan een regering kan natuurlijk altijd worden gesteld. De vraag is of aan anderen dan de regering en brief. Ja, wij kunnen alles. Ja, dus ja, we kunnen nog 15 miljoen Nederlanders een brief schrijven als we dat willen. Zo is het. En de Kamer is het hoogste orgaan in onze parlementaire democratie. Kijk, hoort het van een andere, meneer Markensauer. Zo is het. Dank u wel. Zo gaan we dat doen. De heer Vlag van de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij. En dus is het tijd voor een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Om te kijken hoe we gaan zorgen dat de economie werkt voor Nederlanders. Zodat alles we ons verdienvermogen vergroten, dat ten goede komt aan Nederlanders en niet aan buitenlandse miljardairs. Graag uw steun. Nou, mijn steun laat ik even in het midden, hoor. Mevrouw Martens. Ik sowieso toch, neem ik aan, want u bent voor blind, het debat. Blind. U bent voor het debat, dank u. De heer Paternotte, D66. Steun. Voorzitter, geen steun. Er staat volgende week een debat over het verdienvermogen van Nederland. En volgens mij is dat een uitstekende plek om dit te bespreken. Mevrouw Koekoek, Volt. Steun. Mevrouw Zedek, nieuw sociaal contract. De heer Vlag, SGP. Geen steun volgende week. Commissie. Grinwis. Voorzitter, het is een belangrijk debat, maar dat kan in de commissie volgende week al gepland. Teunissen, Partij voor de Dieren. Steun. Van Baarle, Denk. De heer Van Baarle. Oh, herstel, neem me niet kwalijk. Het gaat me iets te snel allemaal. De heer Dijk van de SP. Steunen, voorzitter. De heer Krul. Ja, ik zie de gelijkenis wel, voorzitter. Ja, ik ook, hè? Ja. Ja, dat is echt een een-eigen tweeling. Dat moet nog eens worden uitgezocht. Mevrouw van Meetelen, PVV. Geen steun. Helder, BBB. Geen steun, commissiedebat. Al-Abbassi van Denk. Steun voor het debat. Geen meerderheid, meneer Thijs. Nou, 30 leden debat, volgens mij. Zullen we dat er maar doen? Dank. Bij deze. De heer Tuinman van de fractie van BBB. Oh, het mag bij de interruptiemicrofoon daar.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat om een vooraankondiging. Komende donderdag is het commissiedebat van de Raad Buitenlandse Zaken. Daarbij wil ik graag een motie indienen. En in het vragenuurtje heeft de minister al de eerder aangekondigde brief nog een keer bevestigd. Dat is een brief van minister De Jonge met minister Jasulkus. We wachten die brief af en dan gaan we met elkaar over demonstraties in alle vormen en maten en soorten gaan we het hebben wat mij betreft. En dus? Ja, dus steun ik dat debat wat ik net al heb gedaan van mevrouw Helder. Maar u steunt dit debat niet? Nee, want we gaan er twee debatten van maken. Ik snap het, maar ik wil het even horen. De heer Krulde van het CDA. Voorzitter, het CDA steunt een debat over demonstratierecht. Dat is deze aanvraag. En de vorige was dat niet. Die versmaalde dat. Daarom hebben we dat verzoek niet gesteund. Zo ingewikkeld is het ook helemaal niet. Dus wij steunen dit verzoek. Kijk, dat wil ik even horen. Mevrouw Koekoek van Volt. Steun voor dit debat. Dit is namelijk een heel andere aanvraag. Het gaat over het demonstratierecht en dat steunen wij. De heer Vlag, SGP. Kan prima aan de orde komen in het debat wat aangevraagd is door mevrouw Helder. Dus geen steun. Geen steun. De heer Snelle van D66. Dit is het debat dat ik steun. Ja, zo verwarrend allemaal vandaag. Mevrouw Keizer van de fractie van BBB. Het is toch eigenlijk heel simpel, voorzitter. Je hebt vrijheid van betoging, wat een belangrijk grondwet is. Behouden ze in ieders verantwoordelijkheid van de wet. Dat staat er ook achter. En volgens mij kan dit onderwerp prima in het debat komen, wat mevrouw Helder net gevraagd had, waar een meerderheid voor was. Dus ja, geen steun, geen steun voor dit debat. De heer Grinwis van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, om te borgen dat er in ieder geval een debat gaat plaatsvinden, steun ik dit debatverzoek. Maar laten we er alsjeblieft één debat van maken, mocht er twee meerderheden zijn. Mark Zouwer van de PVV. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Derksen en mevrouw Keizer. De heer Al-Abbassi van Denk. Voorzitter, dank u wel. Ik ga heel graag in debat over het demonstratierecht, dus wij steunen het verzoek. De heer Van Oostenbrugge van Nieuw Sociaal Contract. Ja, en wij steunen dit ook. De heer Dijk van de SP. Luidbaar bij de woorden van de heer Grinwis, dus steun ook. En er is een meerderheid voor uw aanvraag, mevrouw Teunissen. Dank u, voorzitter. Tot zover de regeling van werkzaamheden. Dank voor uw aandacht. Ik schors enkele ogenblikken en dan gaan we praten over de begroting.